We dream. We focus. We set goals. We work hard. We join forces to grow basketball. A new community built on talent and hard work, displayed for the world to see. Two countries working together. One new organization. We are the Be Next League.
Goedenavond, wij zijn live met de uitzending van de wedstrijd tussen de Hague Royals en de Heroes uit Den Bosch. Ik zit hier samen met uw vaste verslaggever, Laurens Zieperlaan. Yes, ik ben er weer. De wedstrijd met u doornemen. Op het moment kijken we nog naar de warm-up. De wedstrijd zal ongeveer losgaan over een minuut of 15, verwachten we. Laten we eerst eventjes door de teams gaan. We gaan even beginnen natuurlijk met de Hague Royals. Yes. Laurens, wat kun je vertellen over de Royals qua opstelling? Nou, we hebben net gehoord dat Davidas Cumelis geblesseerd is. Die is in de wedstrijd tegen Loco geblesseerd geraakt. En hij had nog wel gespeeld. Ik sprak hem net eventjes. Hij zei dat hij tegen Amsterdam wel gespeeld had, maar al met pijnstillers en dergelijke. Dus dat was toch niet helemaal handig. Inmiddels gaat hij dus vandaag niet spelen. En dat is toch wel een... Dat is zeker een ding, hè? Ja. Cumelis is vaste point guard. Ja, verder andere blessures? Ja, Skip Samson gaat nog niet spelen. Gaat wel weer meedoen aan de warming-up, dus dat is alweer een pluspuntje. En ook Jens is nog helaas geblesseerd. Jens de Velde. Goed. Ja, dus ze missen best wel wat spelers. Dus ze missen drie belangrijke spelers. We hebben wel gehoord dat er eentje terug is, dat is Piotr Pandura. Zal niet in de basis verschijnen, verwachten wij. Maar wat kan Piotr brengen in zo'n wedstrijd? Ja, Piotr is natuurlijk een driepuntschutter en een erg sterke gozer. Dus ik denk dat hij verdedigend kan hij zeker wat brengen. En ook laten we hopen op wat driepuntjes van hem weer. Ja, de driepunters die anders Jens de Velde zou raken, zouden van Piotr moeten komen deze wedstrijd. Precies. We verwachten, dus als starters verwachten we op de point guard Casey Loops. Yes. Als power forward Arben Kamaj. Ik hoop dat ik het nu goed uitspreek. Ja, je spreekt het helemaal goed uit. Bart Beinsdorp, die is eigenlijk weer teruggekomen in de bekerwedstrijd tegen Lokomotief. Maakt een goede indruk. We verwachten dat hij in de basis begint. Ja, hij startte tegen Apollo ook al. Dus ik denk dat hij die lijn gewoon door gaat zetten. En dat zag er ook prima uit tegen Apollo. Mooi alley-oopie. Dus hij is helemaal terug. Hij is terug. Hebben we met nummer 11 Tom Akkermans. Ja, die start tot nu toe volgens mij bijna elke wedstrijd gestart. Ja, natuurlijk ook de driepuntschutter. Maakt een sterke indruk. Ja. En dan, wij denken de nieuwe publiekslieveling, of nieuwe publiekslieveling, Snorri. Snorri Vignissen. Yes. Ja? Ja, de man die eigenlijk altijd op de goede plek staat. Precies, hou die man in de gaten, nummer 33 voor de Royals. Speelt altijd een belangrijke rol aan beide kanten van het veld. Goed, dan aan de andere kant, de Heroes. Wat kunnen we vertellen over de Heroes? Ze staan ongeslagen bovenaan. Laurens, wat is jouw indruk? Ze houden ervan om te winnen, krijg ik de indruk. Want ze hebben nog niks verloren. En dit is gewoon een uitstekend team. Ik had het net met de video's er al even over. Maar ze hebben eigenlijk 11 spelers die gewoon allemaal zouden kunnen starten. Heb je natuurlijk daarin ook nog starters en bankspelers. Maar ze zouden allemaal kunnen starten. Dus dat is, ze zijn gewoon heel diep, heel sterk. Ja, dus, een erg goede ploeg. Dus eigenlijk zijn ze natuurlijk met heel veel zelfvertrouwen afgereisd naar Den Haag. En in principe zou deze wedstrijd natuurlijk een appeltje-eitje moeten zijn. Als we doen aan scorebordjournalistiek, dan zou dat appeltje-eitje moeten zijn. Maar de Royals gaan er natuurlijk voor zorgen dat zij hun eerste verliespartij krijgen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Daar zijn twee elementen die daar wellicht aan bij kunnen helpen. Ze hebben twee belangrijke blessures. Austin Price en Eden Maksouni. Yes. En Price is al een tijdje geblesseerd. Maar als hij is een goede speler. Dus het is dan voor de Royals altijd goed als hij er niet bij is. En ook Maksouni, dat is gewoon de sterkhouder in het team. Ja. Dus... Dus die gaan ze zeker missen. Betekent die gaan ze zeker missen. Aan de andere kant een kans voor andere spelers om wellicht op te staan. Maar zeker een kans voor de Royals om eventueel de Royals te verrassen. Ja, kijk, weet je, Maksouni die... De Heroes te verrassen natuurlijk. Ja, die heeft gemiddeld 16 punten per wedstrijd. Die zullen toch dan van een andere speler moeten komen. Maar zoals ik net al zei, hebben ze een mannetje of 10 op de bank. Of 5 op de bank zitten die allemaal zouden kunnen starten. Dus... Ja. Goed.
We gaan het zien. We gaan het zeker zien, Laurens. Wat denk jij dat de keys gaan zijn? Volgens mij, laten we even wachten op, want ik denk dat de... Ja, de speaker gaat even zijn werk doen. Laten we even wachten daarop. Nummer 7, Edo Maxouni. Nummer 9, Walmet Karasi. Nummer 10, Keine Helfrich. Nummer 11, Shane Hamming. Nummer 14, Laurens van Rees. Nummer 21, Thomas van der Mars. Nummer 33, Morgan Stima. En nummer 61, Clemens. De headcoach is Erik Blauw en de assistentcoach Maaike Kaker. En dan voor de spelers van de Royals. We beginnen met de gevolgeerde spelers. Nummer 10, Nicolas Comelis. Nummer 0, Skip Samson. En nummer 27, Jens de Velde. Nummer 3, Casey Loops. Nummer 4, Arvid Samai. Nummer 5, Bart Meijsdorp. Nummer 9, Rick van der Zoom. Nummer 11, Tom Akkermans. Nummer 12, Marnese Knepa. Nummer 14, Vincent Alkema. Nummer 22, Kotter Padula. En nummer 33, Snorri Vingersen. De headcoach Bert Samson en assistentcoach Michael Meskers. Goed, we hebben zojuist geluisterd naar het voorstellen van de spelers. Wij gaan nog eventjes verder. De wedstrijd gaat over ongeveer 3,5 minuut daadwerkelijk van start. Ik wilde het nog kort eventjes hebben over de keys to the game. Volgens mij voor de Royals is het vooral zorgen dat ze bijblijven. Dat ze niet te snel tegen een te grote achterstand aanlopen. En dat ze, als dat zo is in de eerste helft, hè, dus stel dat ze op 10, 15 punten afstand blijven, dat ze het derde kwart goed doorkomen. En dan zou het best een verrassende wedstrijd kunnen worden. Anything is possible hier in het sportcentrum in Den Haag. Ja, ik bedoel, tot nu toe is het derde kwart vaak het breekpunt gebleken. En dan hebben we gezien dat ze de eerste helft toch enigszins mee kunnen, redelijk mee kunnen. Maar dat het derde kwart, ja, dat is ook op zich niet zo gek. Dan heb je toch wat meters in de benen en dan kan het wat lastiger zijn om bij te blijven. Maar als ze nou het derde kwart ook nog bij kunnen blijven, dan kan in het vierde kwart altijd alles gebeuren. Precies. Dus, we hebben eerder gezien in de bekerwedstrijd dat de Royals zeker weer barstig zijn en zo'n wedstrijd mee kunnen nemen. Mm-hmm. Zullen ze wel als derde key de perimeter moeten verdedigen? In de wedstrijd tegen Apollo lukte dat niet. Apollo schoot meer dan 50% raak van zijn drietjes. Dat zal hier niet moeten gebeuren. Nee, dat zou dramatisch zijn als dat weer gebeurt, maar goed. Voor de Heroes, hè, als koploper komen ze hier tegen het team wat de rode lantaarn draagt op dit moment. Dus wat is key? Dat ze niet het team onderschatten. En dat ze de blessures die ze hebben, dat ze daar overheen gaan. Dus dat betekent dat andere spelers op moeten staan, met name op de point guard positie. Ja. Ik denk als laatste voor de Heroes zijn niet zoveel keys to the game, maar dat ze gezond blijven. Het laatste wat je wil in een wedstrijd als deze, hè, die niet zo belangrijk is voor de Heroes als dat die is voor de Royals, dat je tegen een blessure aanloopt van een van je starters. Ja, dat zou heel slecht zijn. Ja, en het belangrijkste daarvoor is dat je gewoon scherp aan de wedstrijd begint en dat je niet zo'n nare wedstrijd laat worden waarvan iedereen hoopt dat hij zo snel mogelijk voorbij is. En als je gewoon zo sterk mogelijk begint, dan zit je er ook gewoon goed in. Dan doe je geen dingen half en dan ga je uiteindelijk ook niet geblesseerd raken. Precies, dat is zeker het devies, dat ze er gewoon ingaan alsof ze tegen de nummer 2 spelen. Any game is as important as this one. Precies. Goed, we hebben nog 1 minuut 20. Dus ik hoop dat we een mooie wedstrijd gaan zien, Laurens. Ik hoop het ook, vast wel. Nou, ik moet zeggen, zondag was ik er ook bij, natuurlijk tegen Apollo. En de Royals gingen er met 30 af. Maar ik heb wel een leuke wedstrijd gezien, want Moete Abidias van Apollo die gooide er 30 punten in. En dat was gewoon vet om te zien. En we hebben gewoon wat mooie posterdunks gezien. Eliupi van Bart, die terug is natuurlijk. Dat was gewoon gaaf om te zien. Dus ik heb echt wel een mooie pot basketbal gezien. Beetje jammer dat we er met 30 af gingen.
Ja, en spectaculair basketbal kunnen we verwachten natuurlijk zeker ook van de Heroes. Een team wat op alle posities sterk vertegenwoordigd is. En in de statistieken in de BNXT League natuurlijk overal spelers heeft in de top. Het gaat om punten, het gaat om assists, steals en blocks. Zitten ze overal boven in de statistieken. Ja, en dat is gewoon ook... wel te verwachten natuurlijk. Als je eerste staat, dat je ook een hoop spelers in de meeste punten en dat soort dingen hebt. Goed, we gaan even kijken naar de starters. Ik zie Shane Hamming, ik zie Thomas van der Mars, ik zie Michael Carlsen. Ik zie, wie zie je nog meer? Nummer 67, is dat Clay Mounts? 61 is dat. Clay Mounts, die daar ook begint. En dan mis ik nog één starter. Voor de Royals zie ik op het veld Kamaj. Ik zie natuurlijk Casey Loops. Ik zie Snorri Vignesen. Ik zie Bart Beinsdorf en Tom Akkermans. Exact degene die we voorspeld hadden. Triple B, Bart Beinsdorf. Ik zei kennelijk iets anders. Wat zei je, Klaus? Je zei Beinsdorf. Beinsdorf, oh, dat is de Duitse versie. Ja, dan krijg ik na de wedstrijd weer appjes van Bart dat we zijn naam niet goed uitgesproken hadden. Bart Beinsdorf, bij deze. Bart mijn Beinsdorf. Excuus, mijn ja. Excuus. Yes, we zijn live. Bal naar Van der Mars naar beneden. Goede cut. Blijft het balbezit voor de Heroes. Met nog 10 seconden op de shotklok. Bal wordt ingenomen. 3-puntschot. Gaat er niet in. Aanvallende rebound. Sterke rebound van de Mars. Bal naar Hamming. Hamming denkt niet aan voor de 3-punten. De inside gaat terug naar Hamming. Nummer 2 voor het 3-puntschot. En die is raak. Yes. En dat is Boy van Vliet. De Boy van Vliet. Dat was degene die ik gemist had als starter. Ja, eens kijken of Den Haag hun eerste aanval kan scoren. Het is de gelijk een turnover daar van Snorri. Bal wordt opgepikt door... en daar is de fout van Snorri Vignesen. Die stopt daar de score van Van der Mars. Leek vanaf hier alsof daar ook een hoop bal bij zat. Maar dat bleek niet het geval. Scheidsrechter ziet het anders. We krijgen 2 vrijworpen, denk ik, van Thomas van der Mars. De eerste is raak. De stand nu 4-0 voor de Heroes. En ook de tweede vrijworp is raak. Opvallend om te zien. Heroes meteen met een 1-2-2 full court press, als ik me niet vergis. Misschien dat ze dat af hebben gekeken van Apollo, want die probeerde dat ook. En dat werkte... een beetje. Ze kwamen er ook met tijd en wijle goed doorheen. Kijk eens. Schot daar van Bart. 3-punten van Bart. Rond er net niet in. Dat is pech. Zo. Late late whistle, zou ik zeggen. Hele late. Ja. Bij basketbal fluit je normaal niet voor voordeel. Maar het leek erop dat ze gingen kijken of er voordeel was voordat ze hem fluiten. Dat mag eigenlijk niet. Goed, tweede fout aan de kant van de Royals. Fout ging naar... Hey, kijk eens. Wie kreeg de fout? Royals in een 1-3-1 zone. Eens kijken of Heroes weet wat ze daarmee aan moeten. Schot van der Mars is niet raak. Dat leek me een foutje. Of dat was van Hamming trouwens. Sorry. Ja. Weer naar buiten. Shane Hamming met de drive. En die weet daar niet te scoren. Weer een late wissel. Twee keer dezelfde scheids die vrij laat fluit. Terwijl de vorige fout ging naar Kamaj en dit is een fout voor Beinsdorf. Ja. Dus de derde teamfout voor de Royals. Daar hebben ze niet zoveel geluk mee met die calls. Want het zou zeker 2 van die 3 die enigszins twijfelachtig zijn.
vanuit deze kant gezien. Ja, we zitten hoog, dus... Ja, we hebben wel goed uitzicht. We zouden het goed moeten kunnen zien. Tweede vrijworp is raak, brengt de stand op 7-0 in het voordeel van de Heroes. Kijk, daar is de press weer. Kijken of ze kunnen breken. Akkermans terug naar Loops. Dan moet die bal er wel een keer uit. Bal deflected. Komt ze er slecht uit. Ziet er lastig uit, die press. Dan krijgen we Clay Mounds met het driepuntschot. Is niet raak. Shane Hamming met de tweede poging, ook niet raak. En defensive board, Tom Akkermans, laatst aangeraakt door Clay Mounds. Balbezit, Royals. Ja, dan gok ik dat de Heroes die press weer even neer gaat zetten. Ja, want als het werkt, waarom niet? Gaat gewisseld worden aan de kant van de Royals. We krijgen daar de man met... Marnix van Knepa komt in het veld voor Arban Kamars. Ja, voor Kamars. Ik denk dat ze daarmee iets meer snelheid in het spel willen brengen om die press te breken. Goed, altijd één iemand achter de bal. Bal naar Knepa. Knepa aangespeeld, inside. Akkermans nu met de drive. Dat lijkt me ook een foutje. Ja, gefaald op het schot. Krijgen we twee vrije worpen. De fout gaat naar nummer 11. Shane Hamming krijgt hem. Shane Hamming. Nou, de wissel van... Knepen was van korte duur, want ik denk dat Bert alleen even snel iets tegen Arben wilde zeggen. En, ja, Kamars weer terug in het veld. Hij is weer terug. En ik wilde zeggen, de eerste punten voor de Royals zijn een feit, maar de eerste vrijworp is mis. Akkerman staat bekend als een uitstekende driepuntschutter. En de tweede vrijworp is loopzuiver. Brengt de stand op 1-7. Yes. En daar is... Wederom een fout. Die fout gaat denk ik naar Bart Beinsdorp. Nee, hij is voor Casey Loops. En dat is denk ik goed van Casey dat hij meteen zijn hand opstak. Want dat leek mij toch een foutje van Bart. Maar hij gaat naar Casey, dus dat is gunstig. Ja, dat is gunstig, hè, want dat is de eerste fout van Casey Loops. Wat minder gunstig is, is dat Den Haag inmiddels al op 4 teamfouten staat. Dus dat betekent dat vanaf nu elke fout 2 maal is. Ja, en er zijn toch nog 7,5 minuten te spelen in dit eerste kwart. Dus, klopt, dus dat betekent is, dat de Royals in foutenlast zijn. Tweede vrije worp gaat overigens niet raak, maar aanvallend bord. Sterke rebound hoor, van Den Bos. En daar is de bucket dan. Clay Mounds. Stand nu 10-1 in het voordeel van de Heroes. Is het zaak voor de Royals om iets terug te gaan doen? Mooie actie van Loops. Kon net het schot niet loskrijgen. Snorri Vikkelsen, die leek daar gefaald te worden bij zijn schotpoging. Nee, ik denk dat wel een clean block was van Hamming. Ja? Bal naar beneden, naar Van der Mars. Vingersen had hem bijna daar. Heroes zijn heer en meester onder het bord, hè? Heroes en meester. Ja. Stand nu 12-1. En er gaat een wissel aankomen aan de kant van de Royals. Ja, Rick van der Zalm gaat het veld kunnen komen. Die zal dan de guardpositie overnemen. En we kijken, dat is... Jammer, goede bal van Casey. Goede drive van Casey Loops. Geen score. Helaas niet. Die bal kan door. Driepunter. Corner. Mounds. Die is mis. Niet te raken. Goeie box-out. Ja. Akkermans met een rebound. Bijna een turnover daar. Ja. Fout daar van nummer 6. Michael Carlsen. Dat is zijn eerste. En dat is de tweede teamfout. Tweede teamfout aan de kant van Den Bosch, Heroes. Ja, Casey is eruit gegaan voor Rick. Rick van der Zalm, ja. Akkerman dacht even na over dat schot. Had hij misschien beter kunnen doen. Ja, misschien wel. Ja, je zou zeggen...
Royals hebben een keer een stop nodig. Dit zou een goed moment zijn om verdedigend een stand te nemen. Al helemaal open gespeeld, Thomas van der Mars met de easy dunk. Ja, goed gespeeld van de Heroes. Twee keer veel contact daar tussen Van Vliet en Van der Zalm. En Van der Zalm. Inside spelen lukt niet. Bal naar Van Vliet. Mooi Van Vliet met een driepunt schot. In en out. De vierde rim. Goed, dan zou je zeggen maak tempo als Royals zijnde. Maar... ja, Heroes is ook wel snel terug hoor. Goeie paas daar, Akkermans. Dat is het lopen van Akkermans. Ja, die moet hij gewoon nemen. Die twijfelde over het schot. Op het laatste moment haalde hij hem terug. Dat leidt tot lopen. En de tweede snelle dubbele wissel van aan de kant van de Royals. Casey Loos komt terug in het veld voor Van der Zalm. Prima minuutjes. Een minuut, denk ik eigenlijk. Ja, en we hebben nog 5 minuten te spelen in het eerste kwart. Stand is 14-1. Voordeel Heroes. Keim Helfrich is in het veld gekomen voor de Heroes. Een man die vorig jaar natuurlijk bij Joost actief was. Mooi voor hem dat hij de overstap heeft kunnen maken naar de grotere club. Krijg hier de bal. Driepuntschot. Keim Helfrich. Kijk. Net in het veld. Raak. Ja, kijk, dat doet hij al jaren. Ik heb een paar keer tegen gespeeld toen hij nog in het tweede team van... bij Dreamfield Dolphins in de promotiedivisie. En daar deed hij dit ook al. Dus ja, dat... Nou, schot Bart Wijnsdorf. Niet raak. Of nee. Niet raak daar. Stand inmiddels 17-1 hè, door dat driepuntschot van Keim Helfrich. Timeout voor de Royals. Zo, eerst de time-out met nog 4 minuten 19 op het bord. Nou, 17-1. Ja, wat we kunnen constateren is dat de Heroes... sterker zijn. Ja, en ze hebben de Royals niet onderschat. Ze zijn er vol in gegaan. En dat leidt tot 17-1. Duidelijk verschil. Met name onder het bord. Heroes veel te sterk. Ja, zeker. En aanvallende rebounds hebben ze er al een paar. En dat is killing, hè. Dan betekent in de verdediging heb je lang verdedigd. Lijkt het goed te gaan. Pakken ze aanvallend bord en een easy bucket. Ja, dan kunnen ze vaak ook meteen omhoog gaan. En dan zijn het wel makkelijke puntjes natuurlijk. Ja. Ja, ik denk dat het voor Den Haag heel fijn zou zijn als ze even een driepuntertje of zo erin knallen. Zodat ze even van die 1 af zijn, want nu zit je daar ook een beetje tegenaan te hikken. Ja, ze hebben op zich die kansen wel gehad, maar ja, je moet ze wel afdrukken. Ik zou zeggen gewoon werpen. Ja, nee, dat moet je ook zeker doen, want... Want veel kansen inside gaan ze ook niet krijgen. Ik het niet, nee. En dat... Goed, laten we kijken of de time-out geholpen heeft van coach Samson. Balbezit in ieder geval voor Heroes. Ik zie dat Rick van der Zalm weer terug het veld in is gekomen. Waarschijnlijk voor Tom Akkermans. Oh nee, die staat er nog in. Voor Snorri Vignesen. En ook Vincent Alkema is voor Bart Bijnsdorp in het veld gekomen. Ja, ik ben wel benieuwd naar deze 1-3-1 van de Royals. Dat heb ik ze nog niet eerder zien doen. Ja. Vincent Alkema die mag daar inside. Hè? Dat is de nummer 14. Dat is de man met lengte en met kracht. En die mag daar inside wat meer gaan verdedigen. En er wordt nu ook fysieker verdedigd. Daar was een hoop contact eerder van. Ik zou zeggen. Van Rick. Maar Vincent Alkmaar krijgt uiteindelijk de fout. De fout van de nummer 14 van de Royals. Vincent Alkmaar. Ja, wordt duidelijk wel wat beter inside verdedigd. Helaas leidt dat toch tot de fout. Ja, dat zag er een stuk beter uit. Eerste vrije worp gaat erin. Ja, Michael Carson, op de vrijworplijn. 30-jarige Amerikaan. Ja, die heeft dat vaker gedaan. Dat denk ik wel. Tweede vrijworp is ook raak. Brengt de stand op 19-1. Kijk, dit is altijd fijn als je die bal meteen over je helft kan pasen in die press. Zeker een mogelijkheid. Oh, paasje, mooi. Knepa daar met de score. Yes. 2 punten erbij. Goeie bal van Casey Loops. De score van de Royals wordt verdriedubbeld. 19-3 in het voordeel van de Heroes. Maar gelijk het antwoord. Nee, geen antwoord van de Heroes. Sterke rebound van Knepa.
Dat hebben ze nodig. Even wat verdedigende rebounds. Precies. Knepa, sterke jongen natuurlijk. Vincent Alkema met zijn lengte. Wellicht dat die... Oeh, ja, die hoorden we hier zo. Fout gaat naar nummer 6. Carlsen. Dat is zijn... Dat is zijn tweede. Ja, die gaat er en die gaat gewisseld uit. Worden door nummer 33 van de Heroes. Dat is Morgan Stilma. Dat is een speler uit Nederland. Genoeg ervaring. Turnover van de Zalm. Ja. Bal naar Karazi. Karazi paast uit. Jane Hamming gaat dus lopen. Ja, dat lopen is leuk. Van Hamming. Die twijfelde wat hij ging doen. Die wilde de bal eigenlijk naar de corner, naar Keim Helfrich brengen. En bedacht zich toen. Ja, dat is gewoon goed verdedigd ook. Weet je. Je moet uiteindelijk de verdediging of de aanval telkens laten twijfelen. En dan krijg je dit soort loopfouten. Dus we hebben nu al een minuut of twee, denk ik, geen score gehad van de Heroes. Het is eigenlijk de beste periode tot nu toe van de Royals. Stand inmiddels 19-3. Ja, ik zie dat Heroes die... dat is goed. Een schot daar. Gaat er niet in, dat is jammer. Nu moeten ze opletten. Driepunter van Helfrich. Nee, neemt hem niet. Bal naar... Inside gepaast. Die staat daar 3 seconden, denk ik. Ja. Mohamed Karasi stond daar al een tijdje. Dus toch goed verdedigd nu door de Royals. Duidelijk goede fase van de wedstrijd. Laten we hopen dat er een paar scorers bij komen. En dat ze aanvallend wat beter brengen. Laten we kijken of we binnen de 10 punten het kort kunnen afsluiten. Ja, Royals heeft moeite met de manier hoe Den Bosch de screens verdedigt. Ze proberen eigenlijk... Goede drive daar van Knepa. Yes. En die gaat er... Hij bankt hem. Stand inmiddels 19-5. Kijk, that's it. Daar staat de 1-3-1 weer. Let op, in de 1-3-1 zijn het altijd de hoeken waar je op moet letten. Kijk, Knepa daar. Knepa, die valt goed naar in. Akkermans. Jammer, Akkermans stond er helemaal vrij voor het 3-puntschot. Bal is daar niet te komen. Goed onderschept natuurlijk van de Heroes. Maar de 1-3-1 begint zijn vruchten af te werpen. Kijk, Stilma de hoeken. Paast hem inside. Boy van Vliet nu met de bal. En nu twijfelt over dat schot. Karasi nu. Karasi hier. De bal komt daar een beetje gelukkig daar bij Mount. Nou ja, soms moet je ook een beetje geluk hebben. Die kreeg zo de bal in zijn hand en die kon erin leggen. 21-5 inmiddels voor de Heroes. Dat is... Ja, dit soort turnovers die moeten er gewoon echt uit. Dit is gewoon zonde. De Heroes hoeft niet eens hard te verdedigen om de bal terug te krijgen. En dat is gewoon... Ja, als er geen oogcontact is, dan raak je de bal makkelijk kwijt met zo'n paas. En dat is een dure. Boy van Vliet nu met een 3-punter en die weet dat niet af te straffen. Maar wederom een aanvallend bord voor de Heroes. Nu inside, helemaal vrij. Mooie paas van Helfrich. Bullet pass. Easy bucket daar. 23-5 met nog 1 minuut te spelen in het eerste kwart. Lijkt het daar helemaal open te liggen voor de drive. Maar ja, je moet wel de snelheid hebben om erdoor te komen. En kies daar voor 3-punt schot. Ja, prima schot. In principe wel, maar ja. Ja, daar ga je niet zomaar overheen, over Vincent. En dat is... Die bal is voor daarna. Die bal is voor de Royals. En er gaat gewisseld worden aan de kant van Den Haag. Ik zie Bart Beinsdorp en Piotr Pandura gaat zijn eerste minuten maken in de wedstrijd. En Vincent Alkema gaat eruit. En... Ja, en natuurlijk Casey Loops die aan de kant komt. Piotr even een 3-puntertje erin kan gooien. Dat zou lekker zijn. Ja, we hebben inmiddels nog 25 seconden te spelen. Tom was en we hebben 12 op de shotklok. Bal naar beneden, naar Beinsdorp. Nog 2 seconden. Knepa daar met de drive. 2-punt, jumper. Yes. En... Uitstekende score daar van Knepa. Brengt de stand op 23-7. En 3-punt schot is niet goed.
Dus daarmee beëindigt het kwart met 23-7 voor de Heroes. Van het eerste kwart. Ja. We hebben gezien dat in het begin Heroes snel afstand nam. Toch, denk met nog 4 minuten spelen, 5 minuten spelen in het eerste kwart. Een sterkere verdediging voor de Royals. Ja, die zone die werkt even goed. Ja, en ik denk in die tweede 5 minuten stonden ze gelijk qua scoren. Dus Royals zitten inmiddels goed in de wedstrijd. Ze zijn niet zo sterk begonnen, maar zitten er inmiddels goed in. Ja, en Knepa die is toch in het veld gekomen. Die heeft er 6 punten ingelegd. Dus dat is wel een positief punt. Ja. Ja, het viel me net op dat Heroes die iced de pick and roll, zoals we dat noemen. Dus ze zorgen dat je niet over het screen kan komen en dan vangt de center je beneden op. Ik denk dat Bert daar nu wel iets over gaat zeggen. Eén ding wat je daartegen zou kunnen doen is de... Dan worden we een beetje technisch, maar dat mag af en toe. Dan kan je de forward uit de hoek, die kan je wegsturen. En dan, dan wordt het meer echt een 2 tegen 2. Want nu staat er nog een forward daar in de hoek en dan wordt het heel druk. Dus als ze die zouden wegsturen en dan gewoon 2 tegen 2 spelen met die guard in die center, dan zou dat wel eens kunnen werken. Want tot nu toe halen ze niet heel veel uit de pingel. Je hebt Samson, een ervaren coach, die loopt al wat jaartjes mee in het basketbal in Nederland, toch? Ja, die heb ik al wel een paar keer tegengekomen. Akides heeft hij gezeten. En aan de kant van de Heroes worden gecoacht door... Erik Braal, dus dat is ook een nog ervarendere coach dan Samson. Nou, die coacht al jaren in de Eredivisie, heeft een lange tijd bij Donar gezeten. Daar ook de nodige landskampioenschappen behaald, dus die weet wel waar hij mee bezig is. Donar maakt op dit moment niet zo'n goede fase door. Ik begreep dat er ook weer geroepen werd om een terugkomst van Braal. Ja, is dat zo? Ja, dat kan ik me voorstellen. Als, ja, of breng ik nu een nieuw gerucht in de basketbalwereld? Ik weet het niet. Goed, hij zit nu goed op zijn plaats. Ik denk dat de Heroes hem ook niet zomaar zullen laten gaan. Dat denk ik ook niet, nee. En ze hebben tot nu toe een perfect seizoen spelend. Nee, precies. Dus ik kan me wel voorstellen dat Donar hem terug wil. Maar dat zal nog even niet gebeuren. We hebben Snorri Vignesen in de wedstrijd. Die maakt daar een mooie score. De scheids twijfelde over een fout, maar hij floot hem niet. Maar een mooie bal. Snorri is een man met gouden handjes. Uitstekend positiespel. Dat zei je al eerder. Die staat eigenlijk altijd op een goede plek. Dus dat... mooie bal van de international, Mohamed Karazi. Nou, die zone die ziet er best aardig uit, moet ik wel zeggen. Ik denk dat ze daar deze week een beetje op getraind hebben, als ik het zo zie. Ja, het was zaak voor de Royals natuurlijk om bij te blijven. Dus maak de wedstrijd traag. En ja, als je af en toe zelf weet te scoren, natuurlijk uitstekend. Zeker. Ja, die transition die moet je onder controle krijgen. Hè? Dat, Kerasi daar, met de floater die er niet in gaat. Aanvallend bord wederom voor Heroes. Zo in de corner terug naar de top. Ja, daar komt en de helftvlieg. Ditmaal niet raak vanaf 3 punt. Goeie verre rebound van Pandura. Inside pass daar. Rick van der Zalm. Kijk, nu kan hij wel over het screen heen en dan heb je er ook meteen meer uit. Bart had een schot kunnen nemen, maar die kiest ervoor voor een 2-punt schot. Ja, Bart is niet echt een 3-punt schutter. Hij kan het wel, maar hij heeft liever dit mid-range schotje wat hij net nam. Wissel voor de Royals, het veld nummer 4, Arvid Sanger. Blijft balbezit voor de Royals. Het loopt duidelijk beter. Knepa wordt nu gewisseld. We krijgen... Wie is er ingekomen voor Knepa? Dat is Kamaj. Okay, even kijken naar de replay. Karazi gaat eraf en we krijgen Thomas van der Mars terug in het veld voor de Heroes. Goeie minuten daar van Karazi. Die loopt wat moeilijk van het veld af. Of leek dat maar zo? Ik heb het niet gezien. Kijk. Snorri Vignesen daar met zijn eigen aanval aan het bord. Wordt geblokt. Wist toch net wel de ring te raken. Zat natuurlijk in tijdsnood. Wederom. Kijk, de man op de goede plaats. Snorri. Goeie paas naar buiten. Inside. Daar Kamaj. Zit daar net. Keime Helvlieg. Is dat Keime Helvlieg? Volgens mij niet. Maar die bal moet je gewoon vangen. Nee, die bal onderschepte. Was nummer 10. Keime Helvlieg daar. Die net met zijn handen daartussen zat.
voor de Heroes. Nou, dan maakt hij deze turnover van net goed. Ja, duidelijk mindere fase voor de Heroes, denk ik. En een goede fase voor de Royals. We hebben Piotr Pandura daar. Prima. Prima. Snelle push van Van Vliet. De zon staat weer inmiddels. Over naar Shane Hemming. Neem niet dat schot. Bal nu in de corner. Boy Van Vliet met een driepunt schot. Is niet raak. Aanvallend board wel voor Thomas van der Mars. Ja, van der Mars die average bijna een double-double. Dus die laat hier even zien wat je kan doen tegen zo'n zone. Kein Helfrich met een driepunt schot. Is ook niet raak. Weer een aanvallend board nu voor Boy Van Vliet. En daar is de fout. Jammer. Die fout was denk ik niet nodig. Als je gewoon rechtop staat, dan ben je langer dan Helfrich. Dan kan je het schot moeilijk maken. Tweede fout daar van Bart Bijnsdorp. Ja, ik denk inderdaad ook, dat was niet echt nodig geweest. Het was laat in de shotklok en niet zo'n vloeiende aanval van de Heroes. En we krijgen een wissel aan de kant van de Heroes. Ik denk dat Bart Bijnsdorp vervangen gaat worden door Knepa. Dat denk ik ook. En Knepa die maakt overigens een uitstekende indruk. Dus daar worden de Royals niet minder van. Royals hebben niet een hele grote bank, zullen we maar zeggen. Maar Knepa, Snorri die nu op de bank zit, maken toch uitstekende indruk. En dit is jammer. Het is een turnover. Turnover van Bijnsdorp. Ja, kijk, weet je dat je als Royals een aantal turnovers gooit tegen Den Bosch? Dat had denk ik iedereen wel verwacht. Maar zonde is dat er nu een paar zijn waar Heroes die niet echt keihard aan het verdedigen is. Dat zijn gewoon passes die niet goed zijn, die niet scherp zijn. Dus dat is zonde. Eigenlijk onnodige turnovers. Ja, dat is gewoon niet nodig. Staat Thomas van der Mars daar helemaal vrij? Oeh, dat scheelde niet veel. De scheids had 3 seconden gefloten, denk ik. Ik zou zeggen, hoe lang stond Thomas van der Mars daar al? Ik denk dat als je international ben en al lang in de league speelt, dan heb je toch iets meer secondes daar beneden. Tom Akkermans. Ja, dat wordt lastig tegen Shane Hamming, denk ik. 3 punt schot daar. Oeh, dat scheelde niet veel. Ja, aanvallend door, of tenminste bal voor Akkermans nu vrij. 3 punt schot en die is raak. Dat is uitstekende score daar voor Tom Akkermans. 28-12 de score. Oh. En daar. Ja, dit. Beantwoord door een eenvoudige time-out. Score. Time-out, tweede time-out voor de, aan de Royals. Die score was te snel, Laurens. Ja, nee, dat deden ze gewoon goed. Nu, terwijl we kijken naar de 3 punten van Akkermans. Pull-up 3 punten is niet makkelijk. Ja, maar dan zijn ze toch hier in de. Nou, dat, jammer dat we dat niet zien, maar het werd slecht verdedigd. In de transitie, of eigenlijk, ja, het kan geen transitie heten, maar. Nou ja, eigenlijk wel, denk ik, want het was binnen 3-4 seconden lag hij er al in. Dus, precies, dat is te snel, dat is jammer. Nou ja, is natuurlijk een van de zwakkere punten van de zone. Je moet eerst gaan staan, dus als je al die bal erin hebt liggen voordat iedereen op zijn plek staat, dan heb je het goed gedaan. Misschien dat de Royals de 3-punt-schot zat erin, dat er even lucht. Zone betekent 100% concentratie op elk moment van de wedstrijd, toch? Ja, zeker. Ik zie in de chat op YouTube dat iemand ons een tip geeft over de uitspraak van waar wij Kerasi zaten, is het Gerasi. Gerasi. Het is in het Marokkaans een G. Gerasi. Frank nou, Brasker. De. Dankjewel, Frank. Trouwe fan van de Royals. We gaan Gerasi, overigens ik had het eerder over dat Gerasi misschien iets is moeilijk van het veld komt. Daar lijkt niks van te zijn, dus we gaan Gerasi zo dadelijk gewoon weer op het veld zien. Ja. Voor de Heroes. Gerasi natuurlijk een van de basisspelers. Nou wil ik die naam ook zoveel mogelijk uitspreken, Laurens. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik nog nooit heb gehoord dat mensen het met een G uitspreken. Maar, het kan best het ook niet waar kunnen zijn, want volgens mij NOS is natuurlijk een speler van het Nederlands team. Ja. En ik zou toch zweren dat ze hem daar Mohamed Kerasi noemden. Maar goed, wij gaan. Als jij nou Kerasi zegt, zeg ik Gerasi. Ik vertrouw Frank, een trouwe kijker van de livestream. We houden het op Gerasi en met rust ga ik het aan hem vragen. Oeh. Boy van Vliet daar wordt gefouwd door Tom Akkermans. Nee. Fout gaat naar nummer 4.
fout van nummer 4 van de Royals. Kamaj. Tweede persoonlijke fout. Dus tweede fout van Kamaj. Eerste vrije worp is niet raak. Tweede vrije worp is wel raak. Ik denk de stand op 31-12. En er is weer een full court press van Heroes. Bal gaat nu lang. Nee, die wordt onderschept natuurlijk. Zwakke paas daar van Tom Akkerman. Ja, dat was een veel te slome. Dit is fout. Gaat nu naar Rick van der Zalm. En die valt daar Clay Mount. Ja, Royals moet wel een beetje op gaan passen. Want als ze zo doorgaan, dan eindigen ze de wedstrijd met 4 man, denk ik. Ja, dat is Rick van der Zalm daar hè, met de fout. Was zijn eerste overigens. Aan de kant van de Royals in het fout nummer 3, Casey Loops. Casey Loops komt daar terug voor Piotr Pandura. Yes. De eerste vrije worp van Clay Mounts is goed. Brengt de stand op 32-12. Kijk, en dit is nou zo'n moment, 20 punten verschil. We hebben het eerder ook gezien in het eerste kwart. Is het zaak voor de Royals om toch een goede drive te maken in de tweede helft van de tweede periode? Ja, in het eerste kwart lukte dat ook. Dus even kijken of ze dat weer kunnen gaan doen. Tweede is raak. 33-12 de score, de stand. Kijk, waar Royals mee moet stoppen in die press en die boogballetjes, want die zijn langzaam. Dus je wil gewoon strakke passes hebben om die press te breken. Dan kan je er ook een keer doorheen komen en een lay-up lopen. Ja. En ik zou proberen Knepa daar inside aan te spelen. Die maakt een goede indruk inside. Fout van nummer 2 van Den Bosch, Boy van Vliet. Ja. Boy van Vliet daar met verdedigende fout. Dat is zijn tweede fout. Gaat gewisseld. Dus ik word los in het veld nummer 6, mijn kansen. Dat wordt. Dan gaat Stilma gaat aan de kant. Goeie pick and roll. Ja, Knepa daar. Oeh. Weet niet te scoren. Prima schot. Shane Hamming nu met inside pass. Thomas van der Mars. Score van nummer 21, Thomas van der Mars. Ik heb het gevoel dat je Thomas van der Mars elke bal aan kunt spelen daar in de bucket. Ja, hij kiest gewoon supergoed positie en hij staat daar elke keer. Kijk, hier eisen ze weer het screen en dan is het gewoon lastig. Dan is eigenlijk dat hele screen is... Ja, mooie score. Ja, Knepa daar met de score en de fout zou ik zeggen. Goeie rebound. Leek daar op een fout, niet gefloten. Van, daar komt Keim Helfi goed weg. Of dat was niet Keim Helfrich trouwens, dat was Michael Carlsen. En daar is de dunk van Thomas van der Mars. Stand 37-14. Ja, mooie spin moves net van Casey en de aanvallende iemand van Knepa. Dus kijken of ze er weer een... Royals proberen met van die boogballetjes inside te spelen, maar... Ja, daar zijn ze gewoon te groot voor. Dat denk ik ook. Dat heeft weinig zin. En ondertussen de Royals, de 3-puntschoten die ze krijgen, nemen ze eigenlijk bijna niet, hè? Nee. Kijk, je ziet Den Bosch een hoop met elkaar communiceren over die... Over die 1-3-1 die Den Haag neerzet. Terwijl we kijken naar de dunk van Thomas van der Mars. Ja, Den Bosch heeft inmiddels die 1-3-1 ook wel weer een beetje door. Kun je niet te lang doen natuurlijk. Thomas van der Mars die daar makkelijk dunkt met zijn 2,8 meter. Verreweg de sterkste speler. Niet de langste speler, dacht ik, op het veld. Ik dacht dat Vincent Alkema... Nou, die staat nu niet op het veld. Staat nu niet op het veld, maar hij is nog iets groter, dacht ik. Die is nog bijna 10 centimeter groot, hè. Dus ja. Dat... Maar iets minder pezig, denk ik, dan Thomas van der Mars. Ja. Pezig, gespierd, hoe je het wil noemen. Kijk, daar goed uitgespeeld. Kamaj met een 3-puntschot. Ja. En die is raak. Uitstekende score daar. Kijk, wat ik zei, een keer een strakke paas door het midden. En dan en dat 3-puntschot nemen. Hij wordt trouwens geteld als een 2'tje. Oh, dat is zonde. Toch een voetje op de lijn. Achterin, daar komt die alley-oop. Ja. Nee.
De paas van Boyd van Vliet komt niet aan daar. Clay Mounts. Ja. Bal gelukkig nog bij de Royals. Nou, naar de corner Tom Akkermans. Inside Knepa. Turnaround jumper is niet goed. Clay Mounts met het paasje Thomas van der Mars. Easy bucket. Die gaat 30 punten maken als ze zo doorgaan. Die staat daar 41-17. En Vincent Alkema gaat zich opmaken. En Snorri Vignesen voor de Royals. Die gaan erin komen. Voor de laatste 2,5 minuut van de wedstrijd, denk ik. Oeh, dat was lekker geweest. Prima aanval. Goed schot van Rick van der Zalm. Ja, goede screen gelezen, achterlangs gegaan. En, open 3-punt schoten moet je gewoon nemen natuurlijk. Zeker. Clay Mounts weet niet te scoren. Goed verdedigd. Bal daar voor de Royals. Goed werk daar van Kamash. Casey Loops met... Oh. Casey wilde de fout, maar die ging hij niet krijgen. En dat was ook niet terecht geweest. Voor de Heroes komt daar in het veld Keime Helvlieg. Komt terug voor Clay Mounts. Mooie driepunter van Arwen Kamash, wat achteraf geen driepunter bleek te zijn. Nee, het was een tweepunter. Hè? Was, Helaas een voetje op de lijn. Wij zagen vanaf hier was het een driepunter. Ja, precies. En daar hebben we Mike Carlson. Michael Carlson met het antwoord, 3-punter. Stand inmiddels 44-17. Het is toch zaak om dit kwart goed af te sluiten. Met een paar scorers aan de kant van de Royals. Maakt dat verschil ietsjes draaglijker. Snorri Vignesen daar met de drive naar de basket. Terug Vincent Alkema, Tom Akkermans met 3-punt schot. En die is raak. Yes. Uitstekende score daar van Tom Akkermans. Even een dribbeltje langs de verdediger en die drie punten erin gegooid. En dat is ook precies de bedoeling van deze play. 44-20 de score met nog 1,5 minuut, 1 minuut 20 te spelen. Oeh, dat lukt niet. Tom Akkermans met de overname. Ah, zwakke paas van Akkermans. Knepa komt nog wel te goed teruggekomen daar. Houdt die bal nog binnen, leek het. Ja, Akkermans die krabt zich daar ook achter de oren. Van, ja, dat was niet zo zeker lekker niet man. De bedoeling. Het zijn, dat zijn zeker turnovers die te voorkomen zijn. Ik moet zeggen, ik vind Knepa maakt een gedegen indruk aan de kant van de Royals. Terwijl we kijken naar een driepunter van Keime Helvrieg. Dat kan hij, dat zei jij eerder al. Ja, dat kan hij zeker. Stand 47-20, voordeel Heroes. Oeh. Mooi paasje daar inside. Oh, ik weet niet wat Knepa daar dacht. Maar... Ik denk dat hij bang was voor 3 seconden en dacht ik gooi die bal maar gewoon op hem. Thomas van der Mars. Open 3-punter voor Carlsen. Ja, Carlsen. Ja, hij stond eerder al op die spot. Zo begint het een klein beetje uit de hand te lopen aan het einde van het tweede kwart. 50-20 de score en we hebben nog 1 laatste aanval aan de kant van de Royals. En Casey Loops die doet het zelf en weet daar mooie score daar. Sterke bal. En dat wordt nog beantwoord. Oh nee! Goaltending. Goaltending van Knepa. Ja, die zit. Dus die wordt gewoon geteld. Dus de eindstand van de eerste helft wordt daarmee 52-22 in het voordeel van de Heroes Den Bosch. En dat is mijn antwoord. Ja, dat gaat wel snel zo. Er wordt niet veel gefloten door de scheidsrechters. Dus, klopt. Kijk, we begonnen natuurlijk met heel veel fouten aan de kant van de Royals. Ja. Dat wisten ze te herstellen. We hebben een goede fase gezien in het eerste kwart, tweede helft van het eerste kwart van de Royals, waar ze eigenlijk gelijk op gingen. Maar in het tweede kwart zie je toch het verschil. Zijn de scorers van Den Bosch.
Of dat er wellicht wat meer bankspelers bij de Heroes ook een kans gaan krijgen. Ja, dat zou denk ik fijn zijn voor de Royals. Wij zijn over een minuut of 10 bij jullie terug. We dream. We focus. We set goals. We work hard. We join forces to grow basketball. A new community built on talent and hard work, displayed for the world to see. Two countries working together. One new organization. We are the Be Next League. The B-Next League competition format consists of four phases. The first two phases make up the regular season, while phase 3 and 4 include the playoffs. At the end of September, the season begins with phase 1, the national round. Both countries play a double round-robin competition, with each team playing each other once away and once at home. This phase runs until the end of January. Then we move on to phase 2, the cross-border round. In this phase, all clubs are divided into two groups based on the ranking after the national round. The five highest-ranked clubs from each country are grouped in Elite Gold, while the other five Belgians and six Dutch clubs are in Elite Silver. In this phase, each club plays 10 games within its own group against the clubs from the other country. Elite Silver also features 5 games between Dutch clubs. This phase runs until the end of April. And then we have phase 3, the national playoffs. The first two clubs from each country from Elite Gold are directly qualified for the semifinals of the national playoffs. The other three clubs from each country from Elite Gold qualify for the quarterfinals, where the first club from each country from Elite Silver joins them. For the last club from Elite Silver, the season ends here. The national playoff quarterfinals are played in a best-of-3 format. The semifinals and the finals are played in a best-of-5 series until a national champion is crowned in both countries. Phase 4, the B-Next Playoffs. These are played simultaneously with the national playoffs. All rounds are played in a home and an away format. In the first round, the 8 remaining clubs from Elite Silver will face each other. The clubs that qualify in the B-Next Playoffs take on the dropouts from the national playoffs. In the semifinals, both national champions join the B-Next Playoffs until the B-Next League champion is crowned.
Goed, we zijn weer terug in de topsporthal in Den Haag bij de wedstrijd Royals tegen Heroes. Zit hij in de rust. Stand 52-22 in het voordeel van de Heroes. Voor de mensen die net inschakelen, in de eerste helft hebben we bij vlagen redelijk spel gezien van de Royals. Maar de Heroes zijn heer en meester, met name in de paint. Ik ben Rien Bijlsma, ik zit hier samen met Laurens Ieperlaan. We zijn 3 minuten verwijderd van het begin van het derde kwart. En het is zaak voor de Royals om in dat derde kwart enigszins bij te blijven, Lau. Ja, zeker. Ze moeten gewoon weer, eigenlijk wat we aan het begin van de wedstrijd ook al zeiden. Hè? Je moet bijblijven en puntje voor puntje misschien een beetje dichterbij proberen te komen. Ik ga er toch wel vanuit dat straks de spelers van Heroes die normaal gesproken ietsje minder spelen, straks toch wel het veld in gaan komen en dat is wel... Dat geeft wat kansen voor de Royals. Dat zou kansen moeten geven in ieder geval. Ja. Voordat wij gaan beginnen aan het derde kwart, willen we graag de sponsors van de Royals bedanken. Onder andere sportsnap.nl, uw regionale partner voor sportfoto's. Team Intro, bekend van werken met Team Intro. Zeeuw en Zeeuw, autodealer van Nissan, Renault, Kia, Mitsubishi en Ford. Defiscalisten.nl, Sport City, sportschool, Webinar Geek, software voor webinars, Trevi Advocaten, de slimste weg naar een oplossing, Van Heugde Tours, natuurlijk touringcarbedrijf hier in Den Haag, hoveniersbedrijf From the Source, Veiligheid op 1, uw veiligheid is onze prioriteit. CSU, scherp op schoon. Holland Park Media, de officiële brandpartner van de Royals. Wise Owl, B&B Healthcare, fysiotherapie en topsportbegeleiding. Bakker Luid Caminada, makelaar in assurantie. Cheerups, Cleantech en natuurlijk Den Haag Topsport. Hartstikke bedankt voor jullie... Sponsor, dat heeft de club hard nodig. Dus, Juist. Royals worden gesponsord, zoals u net gehoord heeft, door een groot aantal bedrijven. Maar mochten jullie de Royals een warm hart toedragen, daar kunnen altijd partners bij. En ik denk dat u daarvoor contact moet treden met de organisatie van de Royals. Yes. Alle professionele basketbalclubs maken natuurlijk moeilijke tijden door. Omdat we zitten hier in een schitterende faciliteit. En daar zouden normaal gesproken zeker zo'n 1500 man kunnen zitten. Maar natuurlijk vanwege de huidige situatie rondom COVID is het helemaal leeg. En dat zorgt natuurlijk voor geen inkomsten als het gaat om resetten. Nee, dat is jammer. Dat is eigenlijk het tweede seizoen op rij. Hè. Vorig jaar is er natuurlijk helemaal geen inkomst gehad op het gebied van kaartverkoop en consumpties en dat soort dingen. En nu dreigen we weer een beetje dezelfde kant op. Ja. Maar goed, we gaan weer basketballen, dus dat is belangrijker. Precies. We zien voor de Heroes Mohamed Kerazi. Mijn excuus. Ik heb net eventjes gecheckt en Kerazi is wel degelijk de juiste manier om het uit te spreken. Ik zie Clay Mounts in het veld. Ik zie Boy van Vliet. Ik zie Shane Hamming. En Michael Carson. Carlson. Ja. Van het biermerk, zullen we maar zeggen. Carlson, ja. En aan de kant van de Royals zie ik Tom Akkermans, ik zie Casey Loops, ik zie Kamash, ik zie Snorri Vignesson en Bart Bijnsdorp. De bekende starting. Snorri was in de eerste helft, dacht ik, begon die ook? Weet ik niet meer. Ja, begon ook de eerste helft. Ja, precies dezelfde starting. Karatsi daar, Easy Bucket. Bijnsdorp weet hem daar niet te stoppen. Stand 54-22. Heroes beginnen goed aan het derde kwart. Oeh, ja. Mooie drive daar. Gestopt daar voor Clay Mounts. En nogmaals. Ditmaal Bart Bijnsdorp. Goeie spin van Bijnsdorp. Goed daar.
Tuurlijk. Goed gehasseld van Loops, goede stiel. Dat is denk ik eerste de aanvallende bord. Daar Casey Loops met een mooie... Ah, weet daar niet te scoren. Bart Wijnsdorp, ja! Yes. Kijk, goed begin van de Royals. Precies. Hard werken en scoren. En hard werken, dat is een manier om terug te komen in zo'n wedstrijd. Hè? Het gaat niet vanzelf. Elke possession telt. Kijk, slechte paas van Karazi op Hamink en de turnover. Ja, en eigenlijk dwing je dat af natuurlijk. Hè? Als je goed verdedigt, dan dwing je juist fouten af bij de tegenstander. En die bal daar werd daar slecht gepaast door Karazi. Die kwam in de voeten bij Van der Mars, was het? Ja. Hij heeft ook grote voeten, Van der Mars. Dus wat dat gaat, is ook weer niet zo vreemd dat die bal op zijn voet belandt. Nee, het was niet Van der Mars. Het was bij Hamink. Dat was Hamink natuurlijk, sorry. Hij heeft ook grote voeten. Waarschijnlijk wel, ja. Nou, dat kan ik wel zien vanaf hier. Kijk. En Casey loopt daar met nogmaals een score. En zo waren we hebben een drive van de Royals. Karazi gaat daar sterk naar het bord. Die bulldozer het bord eventjes omver. Daar zie je toch wel even die 10, 15 kilo die Karazi heeft op Wijnsdorp. Kijk. Loopt daar nogmaals. Loopt is feeling it. Ja, Casey is sterk begonnen. En de steal erachteraan. Uitstekend begonnen. En balbezit Royals. Ah, dit is een sterk begin. Ja, ik hij begint zijn bijnaam een klein beetje eer aan te doen. The Island Iverson. We hebben nu toch wat mooie acties gezien van Casey Loops. Zeker. Maar we hopen dat hij dat kan blijven doen. Oeh. Die paas had gekund. Snorri nu met een drive. Oeh. Ja. Struikelde en wilde de bal nog pasen naar Wijnsdorp. Maar dat ging net niet helemaal goed. Ja. Leek op een... Nou, het had een fout gekund. Ja, hè? Altijd lastig zo'n... Net niet genoeg. Zo'n struikeling, dat wordt niet altijd gefloten. Goede verdedigende druk van Akkermans. Hamming daar. Bordje. Ja, vierbord. Mooie score daar. Mooie bal. Soepeltjes van Hamming. Stand 56-29. Maar we zien toch een goed begin van derde kwart. Zeker, zeker. Voor de Royals. We hopen dat ze dit kunnen volhouden. En Casey loopt down. Die take Karazi daar voor een dance. Ja, ja, en de fout gaat naar Karazi, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nummer 9 van meneer Loops. Ja, kijk, als Loops het voelt, dan waarom niet? Rick van der Zalm maakt zijn opwachting daar. Dus de Royals in het veld nummer 9, Rick van der Zalm. Dat verbaast me, dat Loops. Ik zou zeggen, dat wilde ik net zeggen, dat verbaast mij ook. Loops zit goed in de wedstrijd. Maar die wil je aan het einde van de wedstrijd natuurlijk ook nog fit hebben, dus dat kan een overweging zijn. Maar... Ja, maar, nou ja. Goed, coach Samson zal daar zijn redenen voor hebben. Goeie steal van Carlsen. Oeh, dat is lopen. Oeh, dat is mooi. Mooie spin van Mounts. Score van de nummer 61, Clemens. Dat leek me toch echt lopen van Carlsen daar toen hij zijn dribbelstart maakte. Niet maar... gezien door de scheidsrechter. Twee punten voor Den Bosch. Kijk daar, Snorri. Onder het bord. Oeh, weet daar niet te scoren. Als ik Royals was, zou ik uit die post blijven. Heroes komt veel weg, denk ik toch, met fouten. Ja, en Royals loopt nu wel weer makkelijk tegen fouten aan. Ja. Maar dit was er ook wel heel duidelijk heen. Maar... Als ik Royals was, dan zou ik ver weg blijven uit die post. Want daar hebben ze niet zoveel te zoeken deze wedstrijd. Nee, dat blijkt ook wel. Dat wordt veel balverlies geleden inside. Ja, weet je, ze hebben gewoon bijna op elke positie 5 à 10 centimeter. Dus ja, dat... Goed. Wordt aan de andere kant ook gestruikeld en dat wordt wel bestraft met een fout. Fout van nummer 33 van de Royals, Snorri Vignesen. Maar goed. Ja, tweede fout daar voor Snorri Vignesen. Voor de mensen die via YouTube kijken, laat even een berichtje achter in de chat. Dan kunnen we
laat het weten als je zegt van nou, het gaat hartstikke goed, als het beter kan. Als je een vraag hebt, mag altijd. Shane Hamming nog een keer via het glas. Hé, hey, daar toch een soepel schot. Ja, dat ziet er gewoon goed uit. Ja. Ja, Hamming had laatst ook een erg goede wedstrijd voor het Nederlandse team. Waar hij ook even een paar driepunten achter elkaar erin gooit. Dus die kan de punten wel op het bord zetten. Lijkt toch dat als ik wat ik zie aan de kant van de Royals, dat ze twijfelen over hun beslissingen. Net nu Bart Beinsdorp twijfelt van wat moet ik doen. Terwijl we kijken naar een hele makkelijke dunk. Hè, wordt helemaal vrijgelaten daar. Ja, dat ging niet helemaal goed in de communicatie daar. Zo. Goeie bal dit van Beinsdorp. Wel, kijk. En dat bedoel ik. Gewoon kiezen wat je gaat doen en dan gewoon hard gaan naar die basket. Ja, dat is een oude regel. Als iemand dicht op je staat, dan moet je er langs blazen. En dat deed Beinsdorp goed. Fout van Karazi. Hij hinkepinkt wel een beetje bij Zorp. Lijkt een klein beetje aangeslagen. Hij mag nog de N1 verzilveren, de bonusvrijworp. Goed, in de eerste 5 minuten van het derde kwart blijven de Royals toch goed bij. Terwijl de vrijworp helaas niet wordt verzilverd. Oeh, sterke bal van Mounts. Hij speelt een sterke wedstrijd, Clay Mounts. Ja, ik heb hem al meerdere malen nu zo zien scoren. Degelijk. Heel goed. Akkermans nu met het schot. Niet raak. Boy van Vliet met de overname. Inside gepaast op Karasi. Verdedigd daar door Akkermans. Bal naar de top. Shane Hamming voor de driepunter. En die is raak. Netjes uitgespeeld van de Heroes. Ja, gewoon hartstikke goed gedaan. Hamming kwam helemaal vrij op top. Stand inmiddels 69-31 in het voordeel van de Heroes. Terwijl we naar een fout kijken voor Bart Beinsdorp. Ja, slimme fout. Breek afstoppen. Twee fouten te geven. Drie zelfs. Inmiddels nog twee. Ik weet niet of hij het expres deed, Bart, maar... Ja, en dat is een goede fout, hè, want daarmee haal je de fastbreaker uit, toch Lang? Ja, precies. Ik bedoel, je hebt 3-2 situaties. Dus als je even een foutje maakt, dan kom je weer in 5-5. Ja. Dus dat is gewoon een goede fout. Ja, voor mensen die niet zo vaak basketbal kijken, die vragen dan af wat is nou een goede fout. Nou, dat is een goede fout. Terwijl daar zwak geschoten werd door Karasi. Hij doet niet alles goed. Nee, verdedigend is hij denk ik ietsje beter dan aanvallend. Maar verdedigend is hij dan ook wel heel goed. Dus dan kan dat ook wel. Kijk daar, drie punt schot. Snorri Vignesen wordt daar gefould op het schot daar. Door Clay Mounts. Dus krijgen we 3 vrije worpen voor Snorri Vignesen. Ja, na het schot. Of tijdens het schot. Ja, tijdens de schotpoging werd hij volledig... Gelopen. Ik denk dat we dat in de... Kijk, we gaan dat hier zien in de herhaling. Kijk, Clay Mounts die is daar te laat. En die raakt daar tijdens de close-out, raakt die Snorri Vignesen. Krijgen we 3 maal op de vrije worplijn. Ja. Mooi in beeld gebracht trouwens door onze cameraman. Of cameravrouw trouwens moet ik zeggen. Ja, cameravrouw. Klinkt... De eerste vrije worp is niet goed van Snorri. De eerste van 3 is mis inderdaad. Tweede is wel raak. En de derde is niet raak, maar aanvallend boord van Knepa. Kijk. En die is wel raak. Sterke rebound. En Knepa nu in de dubbele cijfers. Dat was het 10e punt van Knepa. Ja, Pandura en Knepa net in het veld gekomen. Pandura heeft nog niet zoveel minuten gemaakt. Nee. Shane Hamming, ja, vanaf de vrije worplijn. En weet daar, krijgt daar de shooters roll, zullen we maar zeggen. Ja, die is on fire. Die heeft eventjes, je ziet hem ook lachen in het veld. Dat is altijd een gevaarlijk teken als iemand met een glimlach op zijn gezicht aan het spelen is. Ja, basketbal is echt zo'n gevoelsport wat dat er gaat. Aan de kant van Den Haag lijkt Knepa het ook wel een beetje te voelen. Maar dit schot gaat er niet in. Oeh.
Homing dacht even aan de pull-up driepunter, maar hij lokt uiteindelijk slimme fout uit. Dus ik krijg toch twee maal. Fout voor nummer 22 van de Royals, Peter Padula, zijn eerste opzamen. Krijgen we daar... Ik dacht even dat we daar een herhaling te zien kregen, maar... Ja, we zien dat daar in de herhaling, die drive daar van Hamming, wordt daar gefaald, opgevangen daardoor Pandora. Ja, en Hamming heeft inmiddels een dubbel-dubbel binnen. 11 punten en de 10 assists uit de eerste helft natuurlijk. Van Hamming is raak. Brengt daarmee de stand op 72-34. En daar is de press weer. Dat is zo'n lange paas. Ja, die, kijk, die, hij wordt nu toch balbezit voor de Royals. Maar Karasi die is zeker zo'n 10 centimeter, als het niet 15 is, langer dan Snorri. Dus dat is een moeilijke paas. Ja, dat is die boogbal weer uit de eerste helft. Hè? En Knepa die had hem denk ik kunnen krijgen als het een strakke bal was geweest. Maar dat is ook lastig. Kamash daar met een mooie score. Ja, sterke bal. Sterke bal daar van Kamash. Kamash met inmiddels 5 punten. Stand 72-36. Ik heb Den Haag niet meer in de 1-3-1 gezien in de tweede helft. Daar zijn ze dan toch mee gestopt. Fout gaan. Terwijl we kijken naar de sterke bal van Kamage. Goeie stiel. Omgedraaid, de bal erin gegooid. Ik dacht niet dat het een stiel was trouwens. Hij kreeg maar de inbound. Nee, stiel. Oh, stiel. Ja. Sorry. Ja, dat lijkt op elkaar. Goeie stiel inderdaad, ja. Zeker. Nee, ik verstond stiel, sorry. Ja, dat lijkt ook veel meer. Kijk, we hebben hier 1,5 meter afstand van elkaar. Hè? Dus af en toe hoor ik Laurens niet zo goed. En daar loopt Karasi die bal over de zijlijn. Dus het is het balbezit Royals. Ja, Helfrich die daar toch 2 op 2 vrijworpen mist. Dat ben ik niet van hem gewend. Dat is heel, hè? Oeh, ja, die bal is uit. Op zich goed van Rick dat hij er gewoon een keer keihard langs probeert te gaan. Die paas was alleen net niet helemaal lekker. Maar dat kan ook goed werken tegen een press. Gewoon keihard erop en erover. Ik denk dat de Royals ze moeten gewoon met iets meer lef misschien gaan spelen. Hè? Ik bedoel, Heroes is beter, maar wat heb je te verliezen? In niks. Nada. Mooie fake. Ja, dat is gewoon een mooie efficiënte fake speler, hè, die Clay Mount. Ja, dat doet niet zoveel gekke dingen, maar die is wel heel effectief inderdaad. Man die zonder schroom speelt is Knepa, denk ik. Piotr Pandura daar met het schot. Aanvallend boord voor Snorri. En die staat weer op de goede plek. Ja. Rick van der Sal nu. Ja, ga maar eens een keer. Juist, tuurlijk. En dan krijg je de fout en hij rolt er nog bijna in. Het scheelde niet veel, nee. Nee. Ja, heel goed. Gewoon keihard gaan. Wat ik net al zei, in de press kan je natuurlijk ook in de set-offense fout uitlokken en die vrije worpen erin knallen. Precies. Dan krijgen we 2 maal Rick van der Sal. In de die fout die ging naar... Ja, Keimel-Helfrich. Keimel-Helfrich. Ik denk als hij zijn handen omhoog had gedaan, dan had hij hem niet gekregen. Maar... Karasi gewisseld wordt en dan komt de eerste Florian Rijkers komt in het veld. 16 jaar. 16 jaar, Florian Rijkers. 2005. Jemig, dan voel ik me uit, zeg. Ik hou mijn mond op dit moment, Laurens. Het is natuurlijk een droom die waar wordt voor Florian Rijkers. Om mee te mogen doen met de Heroes. En volgens mij doet Florian Rijkers ook mee met onder 18 van de Heroes. Weet ik niet helemaal zeker. Dat is meer jouw gebied. En 3 punt van Clay Mounts lukt hem niet. Bal terug bij Shane Hamming. En dan gaan ze Florian Rijkers aanspelen. Die paast hem terug. Clay Mounts, bal in de corner. Keimel-Helfrich met een 3-puntschot. Uitstekend gespeeld, Lau. Ja, kan niet anders zeggen. Dat ziet er gewoon goed uit. Goede balmovement. Bal gaat naar de corner. Precies waar hij wezen moet. Je ziet ook wel aan Den Bosch hoe ze op de bank met elkaar zijn. Dat het, de teamspirit die zit er wel goed in. Ze gunnen elkaar de bal. Ze willen allemaal dat ze allemaal scoren. De
fout denk ik naar Stilma daar. Die probeerde Camash tegen te houden. Ah, dat deed hij goed, Camash. Hij rolde meteen toen er veel contact was. Goeie paas van Rijkers naar buiten via Mounts naar Helfrich. Ja, wat ik al een paar keer gezegd heb, die driepunter. Vincent Alkema komt in het veld voor Camash. En Shane Hamming gaat aan de kant en dan komt Boy van Vliet weer terug in het veld. Ja, dat is natuurlijk, je ziet het aan de gezichten op de bank bij de Heroes. Glimlachen. Uiteraard, dit is 77-38. We hebben nog 1 minuut te spelen in het derde kwart. Er is natuurlijk geen veldje aan de lucht. Nou, dit is ook wel een lekker wedstrijdje voor ze. Dat is zeker waar. En dan komt Vincent Alkema, gaat gelijk weer uit het veld. Of was hij nog... Oh, die was er nog niet in. Sorry. Ik dacht dat die al gewisseld was. Die gaat komen natuurlijk voor de schutter. Ik denk dat hij voor de schutter inderdaad gaat komen. Klein misverstand aan mijn... kant. Terwijl Camash zijn vrije worp raakt en dan kan hij wisselen met Vincent Alkema. Ja, dan zou je hem bijna missen als je weet dat je eruit gaat. Er zullen spelers zijn die hem dan missen, bewust. Ja. Maar, goed. Bal gaat naar de corner daar. Stilma voor de driepuntschot en die is short. En dan is Rick van der Zalm met het aanvallende bord. Pandoeren daar met driepuntschot. En aanvallend bord daar van Knepa. Die wist de bal net niet te controleren. Dat is jammer. Ja, dat was jammer, maar hij zat er wel goed bij. Florian Rijkers nu met de turn. Nee, de bal wordt door Stilma toch nog bewaard voor de Heroes. Nu driepuntschot van Keim Helfrich. Dacht daaraan een fout. Krijgt hem niet. En is het Royals in de overname. Ja, dat scheelde niet veel. En hebben we nog 5 seconden te spelen in het derde kwart. Dus het is de zaak om dat schot te nemen. En die gaat er net niet in, dat is jammer. En dat brengt ons aan het einde van het derde kwart met de stand 77-39. En het voordeel van de Heroes. Ja. Nou, ik denk dat we op zich niet een heel slecht kwart gezien hebben van de Heroes. Nee. Of van de Heroes, ik bedoel natuurlijk van de Royals. 30 met rust, toch? Het was 52-22. Ja, we waren in ieder geval de scorers aan de kant van de Heroes. Die waren, denk ik, die kwamen niet heel snel tot stand. Ik denk dat er redelijk verdedigd is aan de kant van de Royals. Ja, precies. Nou, kijk, je verliest het kwart uiteindelijk nog met 9. Maar de eerste paar minuten heb je in ieder geval gewonnen. Dus dat... Ja, en we hebben nu een verschil van 38 punten. Dus als je dat verdeelt over 3 kwarten, dan is dit denk ik het beste kwart. Dus wat normaal gesproken, het derde kwart is lastig voor de Royals. Dan hebben ze nu naar verhouding goed gespeeld natuurlijk. En dan in oogenschouw nemen natuurlijk dat ze spelen tegen de koploper. Ja, dus, kijk, dat zijn ook wel echt dingen die je meeneemt naar de volgende pot. Ik bedoel, ik denk dat iedereen van tevoren al wel een beetje wist wat de uitkomst van deze wedstrijd ging zijn. Maar dan moet je toch aan dat soort dingen moet je een beetje vasthouden. Je ziet overigens dat Florian Rijkers gewisseld is en die blijft niet staan in het begin van het vierde kwart. Hij heeft wel goede minuten gemaakt, denk ik. Ja, prima. Ik zit eventjes te kijken, zijn er nog andere spelers uit 2005? Nee, ik denk het niet. Er is nog een speler uit 2006 zelfs, Juul Dijkers, maar die staat niet op een sheet. Zit wel bij de selectie. En nog een paar spelers uit 2004. Dat zijn allemaal jongens die onder 18 bij de Heroes natuurlijk in de Eredivisie bij de jeugd spelen. Ja, zeker. Daar spelen ze dan weer tegen Leuken. Dus daar kennen we ze van. Ja, overigens... misschien leuk om te vermelden dat de Locomotief natuurlijk misschien wel net zo dominant is als de Heroes, maar dan bij de Eredivisie onder 18. Ja. Altijd goed. 3 punten van Van der Zalm. Ja, en uitstekend. Die is lekker. Kijk, dat is eigenlijk hè, gewoon niet nadenken. Gewoon doen wat je kunt. Want die jongens kunnen natuurlijk allemaal basketballen. Zeker.
En het vierde kwart, dus de schroom is er nu wel af. Oké, je speelt tegen de koploper. Maar neem maar gewoon dat schot. Ja, zeker. Keim Helfvlieg met de driepunter. Je weet daar niet te raken. Boy van Vliet, inside. Die heeft ook wel een paar aanvallende rebounds gepakt hoor, van Vliet. Dus toch de kleinste man op het veld, denk precies, ik. Precies, ook een man die op de goede plek gaat staan. Hè? Ja. Daar een goed board, daar voor Knepa. Ja, die speelt echt sterk. Goed, misschien dat het een vervolg kan krijgen, Rick van der Zalm. Bal gaat naar Knepa. Bal daar, een mooi balletje. Oeh, dat was een moeilijk turnaround. Schot. Moeilijk schot voor Van der Zalm. Maar goed, toch een goed begin van het vierde kwart voor de Royals. Zeker. Stand nu 77-42. Boy van Vliet weet daar niet te scoren, maar weer een aanvallend bord daar voor Mounts. En driepunt schot van Keim Helfrie gaat niet raak. Hij balt ervan, want die voelde goed volgens mij. Ja. Je kunt ook wel zeggen dat de Heroes nemen geen gas terug, want eigenlijk staan alle zijden... Oeh, dat leek op lopen. Blijft balbezit Heroes. Ja, geen fout. Dus goed verdedigd van Knepa. Er was veel contact, maar blijkbaar raakte hij de bal eerst. Ja, dus Heroes die begint het vierde kwart gewoon met vier van hun starters. De enige starter, denk ik, Stilma zit erin in plaats van Hamming voor de rest. Ja, en Helfrich start er niet. Ik weet niet of die erin gewisseld is. Dat is waar, dat is waar. Dus, bal naar Carlsen, beneden. Ja, Knepa daar sterk. Goeie stiel. Tuurlijk. Oeh, de fout van Boy van Vliet. Is dat een onsportief of niet? Nee. Genoeg mensen voor en achter de bal. Die, Nou ja, dan is het een goede fout, zullen we maar zeggen. Ja, dat is een goede fout, zeker. Ja, dat is wel knap hoor. Boy van Vliet speelt gewoon een goede wedstrijd. Ja, en hij offert daar zijn lichaam toch wel een beetje op. Hè? Want die Knepa, dat is geen kleine jongen. Nee. Dat is een sterke speler. Boy van Vliet is... laat zich niet van de wijs brengen wat dat gaat. Nou, eens kijken of Knepa tegen Stilma de battle kan winnen. Hey. Stond hij daar met de tip in. Nou, dat was een mooie tip. Ik zal je zeggen, als het publiek hier is, die Snorri Vignesen, die weet het publiek op de banken te krijgen met dit soort acties natuurlijk. Uitermate efficiënte speler. Zeker. Maakt hier wel de fout. Derde fout van Snorri. Kijk, tipt hem zo erin. Goeie box. Aanvallende box uit was het eigenlijk. Kan ook, hè. Clay Mounts met een driepunt schot. Is loop zuiver. Zij kan het niet alleen aan de rechterzijkant met zijn tweetjes. Hij kan het ook van drie. Ja, zeker. Het zou leuk zijn als Rick van der Zalm nog een drietje weet te raken. Wacht naar Snorri Vignesen. Die legt aan voor een driepuntschot. Weet niet te raken. Dan gaat een lange paas naar Clay Mounts. Met de slam. Oh. Met de reverse slam. Mooie paas van Helfrich. Maar ja, en de bank van de Heroes die staat natuurlijk allemaal aan de zijlijn. Te juichen voor hun teammaat. Mooie dunk daar. Prachtige dunk. Reverse. Pandura gaat naar binnen. Paas naar buiten. Bal terug naar Rick van der Zalm. Pull-up. Pull-up jumper is raak. Ja, dat is goed vierde kwart, Rick van der Zalm. Hij zit nu lekker in de wedstrijd. Was eerder wat twijfelend, vond ik. Ja, en dit is gewoon zijn schot, die pull-up van de screen af. Die neemt hij graag. Ja, soms dan denk je toch van als ze dat nou de hele wedstrijd gedaan hadden. Gewoon zonder schroom te spelen. Ja. En dan, ik zal niet zeggen dat ze dan voorstaan, maar... Ja, Vincent Alkmaar natuurlijk. Hé, hey, is de fout daar van Thomas van der Mars, denk ik. Ja, zien we hier in de rebound. Kijk eens hier. Mooie slam daar. Reverse. Bam. Ja, die is lekker. Die en wat we hier lekker niet zien, maar de bank hier van de Heroes natuurlijk. Die staat allemaal te juichen voor hun teammaat. Die veerde op. Ja, dat is natuurlijk... een dunk is niet alleen twee punten.
Maar dat geeft momentum aan het team. Dat geeft vleugels. Ja, dat hadden ze nodig, dat momentum. dat niet, maar... Goed, het is een time-out van de Heroes. Met een stand 82-46. En dan vind ik toch, moet ik zeggen, dat dit vierde kwart is tot nu toe het beste kwart. Het derde kwart was niet slecht van de Royals. Het vierde kwart tot nu toe vind ik ze... Ja. Beter nog, denk ja, ik. Nog beter dan het derde kwart. Ze spelen goed, zonder schroom. Ja. En ja. En ik heb niet het idee dat de Heroes gas teruggenomen hebben. Voornamelijk is het zwaar, denk ik. Ja, ik denk dat dat voornamelijk de handelingssnelheid is, denk ik, het moeilijkste. Kijk, als je gasten van 17 kunnen tegenwoordig ook al breder zijn dan ik ooit zal worden. Dus dat past allemaal net. Dat balletje wel. Knepa daar met driepuntschot, hebben we nog niet van hem gezien. Nee. Nog maar eerst even een dribbeltje voor. Nee, maar ik denk dat het voor de jonge jongens, kijk, als, misschien zijn het wel jongens van de club die al een hele leven bij Den Bosch lopen en die dan uiteindelijk hun opwacht mogen maken in de, ja, in de seniorenteam. Den Bosch heeft natuurlijk ook een jeugdopleiding. Staat niet bekend als een echte academie, maar ik geloof wel dat ze daar... ja, wel goed bezig zijn met opleiden van de jeugd. En de jeugdspelers die we nu natuurlijk zien, die mee zijn met het eerste team, zijn daar natuurlijk goede voorbeelden van. Ja, zeker. Rick van der Zalm daar, die vecht voor de bal. En dan leek dat... Is dat... Nee, Boy van Vliet. Ik dacht eventjes, die trok aan zijn knie. Gelukkig dat hij gewoon weer opstaat. En dat is natuurlijk de andere key van de game. Zorg dat je niet geblesseerd raakt in een wedstrijd als deze. Nou, dat gaat niet gebeuren als ik de wedstrijd zo zie. Het is geen vieze wedstrijd, geen gekke dingen. Nee, maar goed, ja, juist. Kan altijd natuurlijk, maar... Juist als je iets minder... Thomas van der Mars weer terug. Oh. Thomas van der Mars hebben we een tijdje niet gezien natuurlijk. Die zat... Die heeft even op de bank gezeten, maar die doet dit gewoon weer heel goed. Heeft de derde kwart alleen in het begin even gespeeld. En is toen zeker 10 minuten niet in het veld geweest. Ik denk toch dat Boy van Vliet last van zijn knie heeft, Lau. Want, nou, volgens mij riep de coach hem gewoon even bij zich. Even een tip. Oké, okay, time-out nogmaals voor de Heroes. En met nog 4,5 minuten spelen. Stand 86-46, 40 punten verschil. Ja, de wedstrijd is gespeeld, hè, maar we zien toch nog steeds leuke acties aan beide kanten van het veld. Zeker weten. Ja, topscorer in de wedstrijd is Clay Mounts met 19 punten. We hebben Van der Mars met 15. En Helfrich met 10. Carlsen met 12. Van Vliet met 6. Ja, en Clay Mounts heeft die scorers natuurlijk in alle kwarten gedaan. Hè? Die sprokkelt zijn puntjes mee. Een driepuntschot hebben we gezien. We hebben hem van de zijkant met pull-ups gezien. En we hebben natuurlijk die fantastische slam, die reverse slam gezien. Als kerst op de taart. Als kerst op de taart, precies. Ik zou het net zeggen. Ja. Ja, mooie speler. Ja, valt me op dat Casey Loops, die had het derde kwart, was hij toch sterk begonnen. Die heeft nu een tijdje op de bank gezeten, maar ik geloof dat hij er weer in gaat komen. Ja, daar is hij. Om waarschijnlijk de wedstrijd te eindigen en nog wat... Ja, tot nu toe, hè, natuurlijk door die blessures van Maxouni...
dachten we misschien dat de Heroes een klein beetje kwetsbaar waren. Hè, maar daar is geen sprake van. Nee, dat is niet echt... Terwijl Thomas van der Mars daar zijn vrije worp mist. En zien we Casey Loops. Die hebben we een tijdje niet gezien in de wedstrijd. Die is terug. Den Bos wilde daar een 8 seconden, maar die krijgen ze lekker niet. Casey Loops. Hij denkt meteen aan zijn driepunter. Voordat hij gewisseld werd, zat hij zo lekker in de wedstrijd, Casey Loops. Laten we kijken of hij toch weer terug weet te komen. Hey. Ja, die... Goed blok daar van Mounts. Ja, goede speler hoor. Die is echt overal. Nou, Thomas van der Mars aangespeeld. Mooi paasje daar. Easy bucket. Nummer 6, Mike Carlsen. We weten elkaar goed te vinden. Zeker. Wel aan de kant van de Royals, Piotr Pandura klaar staat voor de wissel. En aan de kant van de Heroes gaan we Florian Rijkers nog zien voor de laatste 4 minuten. Florian Rijkers die komt in het veld voor Thomas van der Mars. En Piotr Pandura voor Casey Loops. Ik denk dat dat weer een hele korte wissel wordt voor Pandura. Want Casey staat nog bij de coach. Ik denk dat hij er zo weer in gaat. Goede fake van Knepa, maar wordt geblokt door Rijkers. Geblokt door Rijkers daar. Het is toch een sterke play daar. Zeker. En dat schot van Mounts is niet raak. Oeh, daar is de overname. Die paas. Hij had naar Akkermans gemoeten. Gaat alsnog naar Akkermans. Ja, nou is het al veel eerder gekund. Knepa die zag hem niet, denk ik. Ik verbaas me, maar hij zag hem denk ik inderdaad niet. Mounts daar met de easy bucket. Ja, dat is een time-out. Nogmaals voor de Heroes. Of niet? Nee. Ik denk het wel. Ja. Nee, time-out ditmaal voor de Royals. Ja. Oh, voor de Heroes, excuus. Ja. En ik zie dat in het veld gaat komen de nummer 3. En dat is Laurens van Hees, denk ik. Nee, dat is 20. Oh, die staat er niet bij. Even kijken. Karazi. Dus, okay, dus denk die, dat die komt niet meer in het veld dan waarschijnlijk. Ik zag hem een beetje hobbelen. Voor de Royals in het veld Akkermans, Loops, Knepa, Kamaj en Pandura. Yes. En bij de Heroes hebben we Boy van Vliet, we hebben Keimer Helfrich. We hebben natuurlijk Michael Carlsen. Michael Carlsen, hè, ervaren man. En daar is Mooie. Mooi paasje. Goed wat een mooie aanval. Ja, het is jammer dat Kamaj dat niet weet te verzilveren. Want het paasje was, ja, dat was echt, echt een, ja, een highlight. Ah, Royals terug in de 1-3-1. Ja. Kijk. Dus Carlsen in het veld. Nou gaat die paas wel naar Loops. Juist. En dat leek me wel een foutje. Ja, maar... Zeker een fout van de en dat is lopen, ja. Dus we hebben voor de Heroes Carlsen, we hebben Helfrich van Vliet. En dan hebben we Florian Rijkers. En wie hadden we nou? De nummer 3, zei jij. Dat was Luc Schellen. Nou, neem hem dan Luc. Jammer. Ja, dan gaat nummer 14 in het veld komen. En dat is Laurens van Hees. Dus dan staan uiteindelijk toch alle rookies in het veld. Ja, dat zijn natuurlijk een beetje de, ja,
Dat is voor jonge spelers natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid. Het is niet lang, maar goed, je kan je toch even laten zien. Elke seconde telt. Precies. Oh. Die heeft niet zo'n gelukkige binnenkomer met een paas die een beetje in de voeten komt. Nou, volgens mij vind hij hem gewoon niet goed. Was de paas prima, maar... Hij was ook laag, dacht ik, maar goed. Beetje zenuwen. It takes two to tango. Kijk, loopt hier. De fout daar naar nummer 14. Fout van nummer 14 van de Bos, Laurens van Hees. Laurens van Hees krijgt de fout. De wedstrijd natuurlijk gespeeld, stand 90-46. Voordeel van de Heroes. Terwijl, ik denk, we krijgen nog eenmaal een 3 punten van Akkermans. Maar die kiest voor een gewone 2 punten. Brengt de stand op 90-48. Moet iemand dat schot nemen aan de kant van de Heroes. De hele bank wil dat ze die drie punten schieten, de jonge mannen, maar ze doen het niet. Ze durven het niet. Tom Akkermans wel vanuit 3 en die weet wel te raken. Ah, dat is lekker. 90-51. Wow. Zou mooi zijn als ze dat nog binnen de 40 weten te... moeilijke paas van Vliet naar beneden. Florian Rijkers daar met de turnaround. Mooie spin. Er is een fout op de vloer. De Royals hebben nog 2 fouten te geven. Dus, ja, dit was de derde teamfout. Mooie driepunter van Akkermans. Schiet. Ja. Nummertje 3 daar voor het schot en die is raak. Dat is Luc Schellen. Mooi om te zien, hij juist. Ook een mooie binnenkomen. Je mag minuten maken in het eerste en je doet het gewoon. Schiet me die 3 punten erin. En, kijk. En ook een blok daar. Nou, die heeft een fijne avond. Terwijl we bijna een dunk zien van Florian Rijkers. En dan wordt er fout gemaakt door Akkermans op Carlsen. Krijgen we 2 vrije worpen. 2 vrije worpen voor Carlsen. Nou, het is toch wel leuk om te zien dat de bank van Den Bosch zo blij is als de jonkies het goed. Ja. Komt de 3 punten eraan. De eerste vrije worp is raak van Carlsen. Brengt de stand op 94-51. En de tweede is ook raak, 95-51. En dan gaan we de laatste minuut in. We hebben nog 30 seconden te spelen. Knepa nog eenmaal, sterk naar het bord. En die bal gaat er niet in, maar wordt wel gefaald. Fout gaat naar Florian Rijkers, denk ik. Nummertje 4. Ja. Fout van nummer 4 van de Bos, Florian Rijkers. Krijgen we 2 vrijworpen van Knepa. En dan gaan we nog 2 aanvallen zien, denk ik. De eerste vrije worp wordt gemist. Tweede raakt de ring niet. Dat betekent dat de bal aan de zijkant ingenomen moet worden door de Heroes. We hebben nog 27 seconden te spelen. Zo. Terwijl daar gefaald wordt door Tom Akkermans. Dat hoorden we vanaf hier. Maar goed, er was nog een fout to give. Nee, die hebben ze niet meer. Die fout is net naar de... Toen de fout op Carlsen gemaakt werd, was het de vierde. Oh ja. En mijn fout? Nee, dat is niet erg. Dat is onze eerste teamfout voor mij. Ja, ik begrijp niet waarom Akkermans deze fout maakte. Nee, niet nodig. Dat is niet
Nou ja, die dacht misschien dan hebben wij nog één aanval met 24 seconden. Dan, dat is wel dat, waar. Dat zou kunnen, maar goed, erg verstandig was het niet. Misschien denkt hij nou, als hij nou twee vrijworpen erin schiet en ik nog een drietje erin schiet, dan lopen we één puntje in. Ja, stand 96-57. En we krijgen de laatste aanval van de Royals. En, ja, daar kan nog maximaal 3 punten, dus dat gaat het verschil niet meer worden. En Casey Loops doet het. En die weet hem wel te raken. Nou. Met nog 4,8 seconden te spelen. Denk ik dat dat de eindstand is. 97-54. Ja. Dan hebben we de eindstand bereikt. 97-54 in het voordeel van de Heroes. Nou, hebben ze niet binnen de 40 kunnen houden. Maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ja, ik denk dat we toch een interessante wedstrijd hebben gezien. We hebben bij vlagen goed spel van de Royals gezien. Waar, en dit was de laatste wedstrijd voor het jaar. De volgende wedstrijd is 2 januari om 3 uur in de Sportkamp tegen ZZ Leiden. Ja, volgende de wedstrijd van de Royals zal zijn tegen ZZ Leiden. Dus graag tot dan iedereen. Fijne dagen en tot volgend jaar. Dus we krijgen de volgende wedstrijd voor de Royals 2 januari tegen ZZ Leiden. Ja. Ik denk dat we een interessante wedstrijd gezien hebben, waarbij de Royals bij vlagen een klein beetje mee konden. Maar de kwaliteit van Heroes eigenlijk toch wel een klasseverschil uiteraard. Ik denk wel 2 zelfs. Nou ja, en dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Hè? Ik had niet verwacht dat Heroes hier de ongeslagen status zou verliezen. Dat, Kijk, de Heroes spelen met name bij een aantal spelers bijna perfect basketbal. Op het moment dat Shane Hamming, Thomas van der Mars, Carlsen en Mounts bijvoorbeeld op het veld staan, dan is eigenlijk elke aanval is raak. Ja, dan heeft Royals niet zoveel in te brengen. En dan te denken dat er nog 2 starters geblesseerd waren, dus dat is een gedegen team. Aan de kant van de Royals werd denk ik Cumelis toch wel gemist. Hè? Dat is de man, de starting point guard. Maar ik vind toch dat ze het wat dat gaat niet slecht gedaan hebben. Goede wedstrijd van Casey Loops. Uitstekende wedstrijd denk ik van Knepa. En ook Akkermans met 12 punten. Dus toch ook wel weer puntjes om mee naar huis te nemen. Zeker, zeker. Ja, je moet altijd iets meenemen uit zo'n wedstrijd.